Welkom bij Asten Nu, het voorlichtingsprogramma van de gemeente Asten. Op donderdag 23 mei gaf wethouder Henk van Morsel een toelichting op de voorjaarsnota en scenarioontwikkeling. De gemeente Asten dreigt op termijn flinke tekorten op te lopen en middels een uitgebreid maatregelenpakket wil het gemeentebestuur daarop voorsorteren. Wethouder Henk van Morsel, zojuist een persconferentie gehad over de voorjaarsnota en scenarioontwikkeling. Ja. Ik zou zeggen, dikke, donkere pakken, wolken pakken zich samen boven Asten. Ja, dat klopt, Harry. We zijn van een bepaald tekort uitgegaan. En toen we eraan begonnen, van 1 miljoen, dat was al niet klein. Maar door allerlei ontwikkelingen is het inderdaad naar 2023 toe nog heel donker geworden, ja. Maar ja, we hebben een scenario ontwikkeld. We hebben toch wat links en rechts wat bezuinigingsvoorstellen in ieder geval in petto. Waar in ieder zich mee mag bemoeien om te zeggen van wel of niet. En dan hopen we dat ik het spreekwoord kan huldigen na regen komt zonneschijn. Maar op dit moment is het alleen donkere wolken, ja. Even over de bezuinigen. Zijn er dingen die gewoon niet doorgaan, die miljoenen gewoon geschrapt worden? Of is de kaasschaafmethode die toegepast wordt? Nee, het is niet de kaasschaafmethode die toepast. Wat hebben we gedaan? We hebben eigenlijk met de organisatie aan zich het totaal aantal mogelijke maatregelen die genomen zouden kunnen worden, in ieder geval bij elkaar gebracht. Die hebben we gecategoriseerd in de categorie 1, categorie 2 en categorie 3. En in die drie categorieën, daar zitten echt de maatregelen die pijn zouden kunnen doen. Maar daar hebben we een 3A van gemaakt, waarvan ik net bij de percentage heb gezegd van die doet wat minder buikpijn. 3B doet iets meer buikpijn. En 3C maatregel, dat is erge buikpijn tot aan de maagsfeer toe. En ja, we zullen moeten kijken met z'n allen of we daar in ieder geval een greep uit moeten doen om die maatregelen in ieder geval erdoor te krijgen. Ja. Ik verwacht minder problemen bij de categorie 1 en 2, want dat zijn meer begrotingstechnische en boekhoudkundige aanpassingen. Maar de categorie 3 maatregelen, dat zijn echte fysieke maatregelen. Maar ben ik toch benieuwd waar u buikpijn van krijgt? Noem eens wat. Nou ja, goed, waar ik buikpijn van krijg is niet zo belangrijk. Het gaat erover waar Asten buikpijn van krijgen. En daarom hebben we ook in tegenstelling tot andere keren in ieder geval nog een andere methode gekozen. Vanaf vandaag staat er een enquête online. Waar onze burgers in ieder geval een inzicht krijgen van eventuele maatregelen die genomen zouden kunnen worden. Die tip-enquête, ja? Dat is de tip-enquête, maar ook de online-enquête. Dus niet alleen tip, maar ook de link naar de enquête online voor alle burgers. Dus bij deze ook de oproep, maak daar gebruik van, kijk er eens naar. Daar staan de maatregelen die eventueel genomen zouden kunnen worden. En die dus inderdaad ook, waarvan de burgers zich maar uitspreken van ja, daar ben ik wel voor of daar ben ik niet voor. Echt vitale democratie. Dat is echt vitale democratie. Het is echt iets anders dan wat we voorheen altijd gedaan hebben. Maar we vinden het op dit moment zo belangrijk dat onze burgers in ieder geval daar hun zegje over kunnen doen. Zodat de raads- en commissieleden die we in een later stadium, maar ook de verenigingen die het gaan betreffen, in ieder geval hun zegje kunnen doen over de eventueel te nemen maatregelen. Dus na de enquête zegje doen, zegt u, dan kunnen ze een zegje komen doen? Ja, ook fysiek? Ja, er is inderdaad voor de vereniging die het betreft, daar is daar in ieder geval een avond voor georganiseerd waarin ze hun zegje kunnen doen waarom dat wel of niet noodzakelijk is. En dan zal het uiteraard wel gaan over dat het niet noodzakelijk is of niet passend is om dat te doen. En daar kunnen ze in ieder geval hun mening geven, ja. Ja, dat kan. Ja. De oorzaak van een verlies ligt grotendeels bij het Rijk, omgevingswet, sociaal domein. Ja. Maar je hebt er ook ooit meevallers? Dit is een heel negatief scenario. Komt het Rijk nooit met een meevaller? Want we praten over 2023. Het kan er van alles gebeuren. Dat kan inderdaad van alles gebeuren. Er is toen we eraan begonnen in ieder geval. En tot nu toe al heel veel gebeurd. En je weet, Harry, ik ben van nature een positief ingesteld mens. Alleen nu ga ik inderdaad echt van het negatieve scenario uit. Want net bij de perspresentatie heb ik ook gezegd, ja goed, ik ben pas anderhalf jaar in functie. Maar de enige positieve geluiden die ik uit Den Haag heb gekregen, was de bijdrage van de stoppenpot. Alleen dat was incidenteel. Als dat structureel blijft, dan ben ik meer als positief. Maar dat zie ik op dit moment nog niet gebeuren. Maar toen die persconferentie begon, binnen 10 minuten zat er van 1 miljoen, 2 miljoen op 3 miljoen. Ja. Ik zie er bij andere gemeentes die bedragen nergens genoemd worden. Is Asten ergens vooruit het lopen? Nou, toen ik op een gegeven moment die eerste tekorten zag, toen had ik ook de indruk van, zijn wij nou als Asten de enige gemeente die met die tekorten lopen? We hebben natuurlijk wel dat medicijngebruik wat ons de das om doet.
Maar langzaam maar zeker zie ik nu toch inderdaad links en rechts bij collega's in ieder geval ook die tekorten tevoorschijn komen. En nogmaals gezegd, ik heb dat ook in de persconferentie gezegd, ik hoop niet dat hun hetzelfde scenario te wachten staat als wat Assen te wachten staat. Maar langzaam maar zeker zie ik toch wel ook tekorten tevoorschijn komen. En ook in gesprekken met collega's, ja, heb ik toch wel de indruk dat die tekorten steeds meer naar boven komen. Zijn wij de voorloper geweest? Misschien wel, maar dat kan ik niet voor hun beoordelen natuurlijk. Ja, maar voordat u iedereen zeg maar, depressie injaagt, hier komen we gewoon uit. U heeft een negatief scenario, maar u noemt het gewoon een uitdagend scenario. Ik noem het een uitdagend scenario waar we met z'n allen, hè, dus de inwoners, de raad, de commissieleden en in ieder geval uit moeten zien te komen. En ik denk wanneer we allemaal gewoon er goed naar kijken en allemaal meedoen in het geheel, dan krijgen we in ieder geval wel een maatregelenpakket die efficiënt is om het tekort op te lossen, maar ook draagkracht is voor, door onze burgers in Asten. Kijken we naar 2023, maar als we dan nog iets dichterbij staan, 2020, 2019, dat wordt nog gewoon een jaar zoals het gepland was? Ja, dat worden inderdaad de negatieve jaren nog, maar het is wel zo dat we in ieder geval een positieve beoordeling krijgen voor het geheel. Want de provincie moet ervan uitgaan dat zeg maar op lange termijn, dus in 2023, de begroting sluitend moet zijn. En daar is die dan ook bij ons wanneer we de maatregelen nemen. Dus op korte termijn mag die negatief zijn, maar op langdurig moet die inderdaad sluitend zijn. Maar als we kijken naar nieuwe wensen, daar wordt een magere periode nou, of niet? Dat is voor de gemeenteraad ook niet zo leuk, of wel? Nee, dat is inderdaad niet leuk, maar ja, we moeten ook realistisch zijn. Als het geld er niet is, dan kunnen we in ieder geval ook niet uitgeven. Of moeten we het niet uitgeven, want dan loopt het alleen maar tekort. En wat we toch willen proberen is in ieder geval om de lasten in ieder geval in de hand te houden. En dat we niet geconfronteerd worden met de lastenstijging. Waar wij als algemeen belang natuurlijk, en ja, ik als vertegenwoordiger daarvan, helemaal geen voorstander van ben. Dat we die moeten gaan invoeren, want dat is niet het uitgangspunt. Hier komen we allemaal samen uit. Hier komen we samen uit, als we er samen gebruik van maken. Dus ik zou ook hierbij een oproep willen doen aan ieder die betrokken is bij de gemeente Asten. Om in ieder geval gebruik te maken van de enquête die online staat. www.asten.nl. Om daar in ieder geval hun mening te laten geven. Zodat wij in ieder geval samen met de raad een goed afgewogen mening en resultaat kunnen behalen.